Welkom bij aflevering 10 uit de serie Wim legt het uit, waarin ik uitleg waar woorden vandaan komen. Vandaag ga ik het hebben over het woord parfum. Sommige mensen spreken dat uit als parfum, wat ook heel goed kan, maar ik zeg liever parfum. Ik heb hier een groot aantal parfums staan. Sommige van vind ik heel lekker, sommige zijn misschien ook al op. Ze zitten in allerlei mooie flesjes, dat is ook wel kenmerkend voor parfums, dat ze in allerlei mooie flesjes zitten. Deze parfum vind ik zelf heel erg lekker. Ik spuit er nu een beetje uit, doe het op mijn vinger en smeer het achter mijn oren. Misschien kun je het ruiken. Heel erg lekker parfum vind ik dit zelf. Als je het hebt over parfums, moet je wel altijd goed nadenken over het juiste woord dat je gebruikt. Soms moet je het niet hebben over een parfum, maar moet je het hebben over eau de parfum. Of heb je het misschien over een eau de toilet. Of bedoel je misschien eau de cologne. Het zijn allemaal verschillende benamingen. En ze staan ook voor verschillende dingen. En het gaat dan vooral over de sterkte van de olie die erin zit. Een parfum bevat meest sterke van de geur die je hebt als je zoiets ruikt. Daarna komt eau de parfum, daar zit dus veel meer water bij. Daarna komt eau de toilet en daarna komt eau de cologne. Eau de cologne bevat in feite heel erg weinig van die echte geurstof. Het woordje parfum, waar we het vandaag over hebben, is een Frans woordje. Vandaar dat veel mensen dus ook parfum zeggen, dat is de Franse uitspraak. Bestaat uit twee delen. Par betekent door en fum komt van het werkwoord fumer, door te roken. Fumer is roken. En wat moet er dan gerookt worden? Dat zijn de kruiden die gerookt worden. Als je kruiden rookt, dat wil zeggen laat branden en er komt rook vanaf, dan geeft dat een bepaalde geur. Natuurlijk afhankelijk van het kruid dat je in brand steekt en dat je laat roken. Maar daar komt ons woord parfum vandaan. Kruiden zijn natuurlijk ook de ingrediënten voor het parfum. Daar wordt een parfum van gemaakt, van allerlei soorten kruiden, van mengsels daarvan. Daar komt ons woord parfum vandaan, van parfumer, door te roken. Nou, dan heb je dus ook varianten daarvan. Eau de parfum of eau de toilet. Eau betekent water. Dat is in feite afgeleid van het Latijnse aqua, eau, waar ook ons a vandaan komt. A betekent bij ons ook water. Denk aan Breda, de brede A, maar we hebben hier ook gewoon a als waterloop. Dat a komt trouwens in allerlei vormen voor. Je ziet het bijvoorbeeld ook als ei in eiland. Een land omgeven door water, dus dan is de A een ei geworden. Maar het kan ook een E zijn. Denk aan E-dam, een dam in de E, een dam in het water. Dat is eigenlijk ook A. O in eau de toilet of eau de parfum of eau de cologne betekent dus water, komt uit het Frans. Heb je eau de toilet, dan zit daar het woordje toilet in. En toile is het grondwoord daarvan en dat betekent doek. Later ging dat ook kleren betekenen. En later ging het ruimte betekenen waarin je kleren ging passen. En daarna ging het ook betekenen de ruimte waarin je je helemaal mooi ging maken. Vandaar dat mensen ook wel zeggen, ik moet even toilet maken. Ik moet me even mooi maken. Eau de toilette, komt ons ook als woordje toilet vandaan, wc. Aanvankelijk was dat dus toile, dat gewoon doek betekent. Eau de cologne is ook prachtig. Dat is water van keulen. De cologne, ik zeg het op zijn Frans, eau de cologne. Maar dat betekent water van keulen, keuls water. Als je een flesje eau de cologne hebt, dan staat er ook in het Duits op Kölnisch Wasser, want Keulen ligt in Duitsland. Merkwaardig dus dat je met een Franse benaming eau de cologne het hebt over een product eau de cologne dat gemaakt is in Keulen, in de Glockengasse, in de Glockenstraat zou je kunnen zeggen, Glockensteegje 4711, dat is het huisnummer. En als je zo'n flesje eau de cologne koopt, dan staat er ook op 4711.
Wij zeiden thuis vroeger altijd in Aalriksel, waar ik vandaan kom, niet eau de Cologne, maar olie klonje. Sommige mensen zeggen onje klonje, andere mensen zeggen eau de Cologne. Wij zeiden altijd olie klonje. Ik heb wel eens aan mijn moeder gevraagd, waarom zeggen wij nou olie klonje? En toen zei mijn moeder, ja, we zeggen ook olie nutjes. Dat zijn pinda's, olienootjes, olie nutjes. Dus ook eau de Cologne. Nou, kijk wat hier staat. Prachtige flesjes. Soms staat er ook iets op wat dan heel verrassend is, wat een combinatie is. Want hier staat bijvoorbeeld op, hier leest parfum de toilet. Of parfum de toilet. Nee, ik moet het op zijn Frans uitspreken. Parfum de toilet. Dus dan heb je niet parfum alleen. Je hebt niet eau de parfum. Je hebt niet eau de toilet. Maar je hebt parfum de toilet. Dus dat is weer een combinatie. Maar goed, het belangrijkste wat je moet onthouden van vandaag. Parfum of parfum, afgeleid van par en fumée, door te roken. En dan gaat het om kruiden roken. Dit was aflevering 10 uit de serie Wim legt het uit. Tot de volgende keer.